Er is natuurlijk een hoop verdriet als iemand komt te overlijden. En daarom willen wij op zoveel mogelijk vragen van mantelzorgers en familie antwoord geven. Heeft iemand nog pijn? Heeft iemand onrust? En zo ja, wat kunnen we daaraan doen? Goedemorgen, op dit moment hebben wij een terminale cliënt in zorg. En de laatste jaren zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen geweest op het gebied thuis kunnen sterven in je veilige omgeving. Zo zijn wij als organisatie vorig jaar geschoold in terminale zorg verlenen. En ik wil hier kort meenemen en daar wat over vertellen. Wat houdt het in en hoe ziet het er precies uit? Zo ligt in de terminale fase de focus op twee belangrijke dingen. En dat is het bieden van comfort aan de cliënt en het ondersteuning bieden aan de mantelzorgende familie. Om iemand zo comfortabel mogelijk te krijgen is het van tevoren heel erg belangrijk om samen met de huisarts en de cliënt en de familie en mantelzorgers na te gaan wat de wensen zijn van de cliënt. Dus samen maak je een plan en vervolgens ga je aan de slag om alles te organiseren. Er wordt gekeken naar een hoog laagbed, naar een glijzeil, zodat iemand makkelijker gedraaid kan worden. Er wordt gekeken naar incontinentiemateriaal, of er een katheter geplaatst moet worden. Zoveel mogelijk nog in overleg met de cliënt. Maar er komt een moment dat je niet meer kunt overleggen met de cliënt, omdat die bijvoorbeeld buiten bewustzijn is. En wanneer dat het geval is, dat de cliënt buiten bewustzijn is, is het aan de wijkverpleging en aan de huisarts om constant te observeren. Heeft iemand nog pijn? Heeft iemand onrust? En zo ja, wat kunnen we daaraan doen? Wat kan er aan de hand zijn? Stel dat iemand veel pijn heeft, dan kan bijvoorbeeld een morfine een oplossing zijn. De huisarts schrijft dit voor en doet dit allemaal in overleg met ons. Omdat wij vorig jaar geschoold zijn in terminale zorg, kunnen wij nu ook pompen aansluiten bij mensen. Dat betekent eigenlijk dat iemand geen pilletje meer krijgt of geen injectie. Maar dat er één prikje gezet wordt en de morfine door een pomp op een constante manier toegediend wordt in een lage dosering. Er is natuurlijk een hoop verdriet als iemand komt te overlijden. En daarom willen wij op zoveel mogelijk vragen van mantelzorgers en familie antwoord geven. Willen ze informeren over de laatste stervensfase en nemen daar dan ook echt de tijd voor. Wat we daarin ook doen is wij geven als wijkverpleging een waakdoos aan de omstanders. Daarin zitten allemaal ingrediënten waar de mantelzorgers die bijvoorbeeld aan het waken zijn 's nachts naast het bed van hun geliefde iets aan kunnen hebben. Denk aan een puzzelboekje, aan washandjes waarmee ze hun geliefde wat kunnen opfrissen, aan een notitieboekje waar ze gedachten over op kunnen schrijven, over wat ze op dat moment allemaal denken en voelen. Een gedichtenbundeltje. En we hopen dat dit juist in deze fase ook een soort herinnering kan zijn die positief is. Dat is wat we uiteindelijk willen. We willen dat de cliënt comfortabel is. We willen dat de familie en mantelzorg zo comfortabel mogelijk zijn. En we doen er alles aan om dat op zo'n moment te bereiken.